Yo mensen, David hier. Het is alweer een tijdje geleden dat ik heb gevlogd. Best wel lang eigenlijk. 2000 years later. In de tussentijd van alles gedaan. Ik ben op tour geweest met Victor Mitch. Ik ben naar het grootste golfcongres ter wereld geweest in Engeland. Ik ben nu bezig met mijn eigen theatershow. Die ik in juni ga doen. Maar vandaag ga ik naar Parijs. Naar de grootste illusieshow ter wereld. En van de Erdig Brothers, dat zijn twee Duitse broers, gigantische illusieshow. Dus ik dacht, ik neem jullie mee. Veel plezier. Jongens, kijk nou. Dat is hem niet. Dus. Dus, ik ben nu in Parijs, op het station en ik ga nu op zoek naar de metro, want dan kan ik naar het theater toe en even, dus dat. Ik hou jullie op de hoogte. Doei! Ja, ik moet dus bij de Dôme de Paris zijn, Palais des Sports, Dôme. Maar een dôme, dan denk je van een groot ronde koepelding, en dat is hier dus. Daar, als je het een beetje kan zien. Maar dat is dus een andere dôme. Hoe toevallig is het dat er echt op lijkt 2 minuten afstand van elkaar gewoon twee verschillende gigantische domes zijn. Of het is wel, ik weet niet. We moeten even zoeken. Maar we zijn erbij. Prank, het was dus gewoon wel de goede dome. Want op zich staat hier best een grote poster van de show waar ik naartoe ga. Maar, dat maakt niet uit. Het is gewoon, ik vind het leuk weer. Volgens mij hangen er echt allemaal groepjes hier. Er zijn allemaal mensen. Maar de show begint pas over 2 uur of zo. Of meer. Oh, er staat een monster truck, die zit ook in de show. Daar gaan we even een shortje van doen. Hey. Dat is nog scherp stellen. Die guys, die Erlich Brothers, die hebben dus een verschijnende monster truck in hun show. Dat is echt een gigantische illusie. En die heeft 1,3 miljoen gekost. Gewoon die illusie om te ontwikkelen. Maar ze hebben dus nog een monster truck die ze gewoon meenemen op tour. Om neer te zetten op het plein van het theater een paar dagen van tevoren om reclame te maken. Ik stel je voor dat je gewoon in plaats van posters ophangen, dat je gewoon een monster truck met je hoofd erop neerzet. Nou, ik vind het wel tijd. Ik ga eten. Doei. Ik heb dit dus eigenlijk nog nooit gedaan. Alleen in een restaurant zitten. Maar, het heeft wat. Lekker rustig. Er is ook gewoon niemand. Ja, er zijn 2 mensen. Goed, lekker gegeten dus. En inmiddels, ik zit echt mokerdruk. De rij is niet normaal lang.
Ja, ik weet niet of het casino wordt, dat is toch... Ja, dat is toch bizar. Maar goed, ik weet niet... Ouders een bedrijf voor tickets, dat moet allemaal niet zijn. Maar ik heb wel een ticket. Joe! Hey, we're in Paris right now. Where are you? Zo, ik ga even hard praten, want er zijn veel auto's. Maar ik ben oprecht sprakeloos. Ik bedoel, deze dag is zo bizar. En ik loop hier nu gewoon in Parijs. Terwijl vanochtend was ik gewoon in Purmerend. Ja, het is echt. Het is zo'n bizar gevoel. En die show, ik had er best wel heel hoge verwachtingen van. En de eerste helft dacht ik van, oké, best wel onder de indruk. Maar ik had nog meer verwacht, zeg maar. En toen de tweede helft. Nou, ik heb me serieus nog nooit zo gevoeld. Ik, zeg maar, nou, ik hoop dat dit is hoe mijn publiek zich ook voelt. Maar op sommige momenten was het gewoon zo, ik twijfelde gewoon aan de werkelijkheid. Het was zo bizar. Ik heb echt dingen gezien die gewoon niet kunnen. Gewoon, maar echt, als je gewoon een natuurwet, oh, dat wordt echt een langdradig verhaal. Sorry. Kort maar krachtig, de show was vet. Ze lieten een monster truck verschijnen. Ik heb een sinaasappelboom in real time zien groeien. Vanuit een zaadje naar gewoon een echte boom. En dat meisje uit de zaal kreeg die boom mee. En, ik weet niet. Ik kan het gewoon niet. Ik kan er niet bij. Dit was het echt helemaal waard. Dit is serieus een van de vetste ervaringen aller tijden. En ja. Ik heb die trouwens voor mijn verjaardag gekregen van mijn ouders. Dus ja, die ben ik echt eeuwig dankbaar. Want dit was zo vet. Ik wil gewoon nog een keer naar die show. Ik wil naar al hun shows toe. Ik ben echt fan. Echt gewoon spontaan super groot fan geworden. Als je de kans krijgt, moet je naar die show gaan. Maar serieus. Dit is gewoon... Nou ja, ik kan dit gevoel gewoon niet omschrijven. Gewoon echt serieus. Maar goed. Het is tijd voor de terugweg. Het is nu, wat is het? Bijna 12 uur. En morgen ben ik rond 7:30 weer in Amsterdam. En dus rond 9 uur weer thuis in Purmerend. Goed, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Ik ga nu de trap aflopen, dus dat gaat vast niet goed. In ieder geval. Vergeet niet om even te abonneren hier beneden. Duimpje omhoog, al die dingen. Je weet hoe het gaat. Dus Tot de volgende keer. Joe!